Welkom in Klein-Brabant. En dit deel van de Schelde dat we vandaag gaan zien, is bij mijn weten een van de mooiste. We passeren hier namelijk een mooie, meanderende Schelde in de natuur en we passeren ook verschillende kleine dorpen. De dorpen Sint-Amans, Mariekerke aan de ene kant en de dorpen Steendorp, Temse en Ruppelmonde aan de andere kant. Ik vind dit echt een van de mooiste delen van de Schelde. Dus laat ons eraan beginnen aan deze prachtige tocht. Beginnen doen we deze tocht in Sint-Amans. Een van de bekendste inwoners van Sint-Amans is Emile Verharen. Een dichter en kunstcriticus. Geboren te Sint-Amans in 1855. Overleden in 1916 in Frankrijk. Jaren later in 1927 kreeg hij hier in deze Scheldebocht te Sint-Amans een praalgraf. Vanaf hier kan je ook duidelijk zien wat het volgende dorp is dat vlak aan de Schelde grenst. Mariekerke. Dat is onze volgende stop. Een prachtig zicht op Sint-Amans. Van het ene klein Brabantse dorp naar het andere. En Mariekerke is zowaar nog kleiner dan Sint-Amans. En ook hier ligt de kerktoren vlak naast de Schelde. Uniek is dat. Want meestal komt de Schelde in een grote bocht rondom een dorp en niet vlak er tegen of erdoor.
Mariekerke is zelf nog kleiner dan Sint-Amans. Wat mij wel opvalt, beide dorpen liggen aan de westelijke oever van de Schelde. Aan de oostelijke hebben we voorlopig geen dorpen. Maar dat gaat zo meteen veranderen, want onze volgende stop is Temse en daarna Steendorp en Ruppelmonde. Temse ligt aan de overkant, maar hier aan de kant van Bornem vinden we toch nog een beschermde sluis. Het water wordt daar afgetapt vanuit de Schelde en gaat naar deze oude sas. Dan zijn we nu aangekomen bij Temse. Het centrum van Temse telt 20.000 inwoners, veruit het merendeel van de complete fusiegemeente. Het dorp is vooral bekend vanwege de Temsebrug, de langste brug van België met 365 meter. Het is niet de bedoeling dat we elke brug over de Schelde zien, maar de brug van Temse, de langste over de Schelde, die moeten we natuurlijk gezien hebben, hè? Maar mij valt nu op, er zijn eigenlijk twee bruggen in Temse. Een modernere en dan die hele oude. En vanaf hier heb je een prachtig zicht over de gemeente Temse. Ja, het is geen stad. Ze heeft alles om een prachtige stad te zijn, de gemeente Temse, met haar prachtige ligging. Maar dat is ze toch niet. Ja, Temse is één van de plaatsen waar ik echt wel zou willen wonen. Een riviercruise op de Schelde, hier in Temse kan het allemaal. En eten op de dijk, dat kan hier ook. En nieuwbouw genoeg, hè? Appartementen met zicht op Schelde. Geen excuus om niet naar Temse te verhuizen, zou ik zo zeggen, zeg ik zo. Fancy appartementjes, hè. Oké, en dat is de laatste keer dat ik reclame maak voor in Temse te komen wonen.
volgende dorp is Steendorp. Dat vooral opvalt vanwege zijn speciale kerktoren. Onze laatste stop voor deze aflevering is Ruppelmonde met 3000 inwoners. De plaats is bekend als geboorteplek van Gerardus Mercator. En vooral hierom is Ruppelmonde wel heel bekend. De Getijdenmolen. Dat hadden jullie niet verwacht, hè? Een watermolen op de Schelde. Allee, het is te zeggen, een getijdenmolen. Die enkel maar in gang gaat als de Schelde inderdaad vloed kent. Het rustige Ruppelmonde. Ruppelmonde, het dorp van Gerardus Mercator en van een bekende getijdenmolen, de enige nog in België. En jullie zouden waarschijnlijk denken, en waaruit de Ruppel in de Schelde komt. Maar dat klopt niet. De mensen die mijn aflevering van de Ruppel hebben gezien, weten dat de Ruppel eigenlijk aan de andere kant van de oever in de Schelde komt. En dus niet in Ruppelmonde zelf, maar eigenlijk aan het noordelijk eiland in Bornem. En met die boodschap eindigen we de aflevering voor vandaag. Want Ruppelmonde is het laatste pittoreske dorpje voordat we in de grote stad Antwerpen komen. Tot dan!